onze camping, van ons eigen bedrijf. Zelf zeg ik altijd van, we zijn een beetje uit de kluiten gewassen boerencamping. We proberen de rust van de boerencamping. Dat we 100 plaatsen hebben, zijn we iets groter, maar ja, de rust hebben we wel en allerlei dieren. Wij zijn nergens bij aangesloten. We vinden dat eigenlijk niet nodig. We redden ons zo en hoeven ook niet aan allerlei regeltjes te voldoen. En er is animo genoeg voor? Ongeveer. Mijn schoonouders zijn destijds begonnen met padvinders op de zolder, hè? Op de boerderij. Toen kwam er lieverlee wat tentjes en wat mensen met een toolcaravan. Die wilden dan dus een staakcaravan. En dan werd er gevraagd van, hou je van tuinieren? Nou, als degene dan van tuinieren hield, dan kregen ze een groot stuk. En degene die niet van tuinieren hield, die kregen een wat kleiner stukje. Dat deden ze meestal zelf, die mensen. Ja. Onze zoon is 23 en hij was een jaar oud toen wij hier de boel overnamen. Ja. Hij zit er 22 jaar. Mensen komen hier voornamelijk voor de rust. Ik denk ook voor de omgeving. Dat is heel... Je kan niet bij ons alle kanten op. We hebben heel bosrijk. Het Hemschotmeer is dichtbij. De Treek is dichtbij. Het Leersumse veld met de Leersumse plassen. Nou, daar vandaan kun je zo door naar de Amerongse bergen of de andere kant op de Kaapse bossen. Dus als je van fietsen of wandelen houdt, kun je hier alle kanten op. Ja, mijn hobby is met de rookkerstpaling roken, mijn kredel roken. En dat doe ik ook voor de campinggasten, zo nu en dan. En ja, dat is heel gezellig met z'n allen bij elkaar eventjes. Bedankt voor dit interview.